Breda Nu. Je weet het meteen. 2017 is een heel bijzonder jaar voor het Bredase dorp Prinsenhagen. Het is namelijk zo dat het in dit jaar maar liefst 75 jaar op bij Breda hoort. En als ras echte Prinsenhagenaar neem ik jullie mee naar mijn drie favoriete plekken. Het eerste waar ik jullie mee naartoe wil nemen is gelijk het hoogtepunt van Prinsenhagen, de molen. Met zijn 54 meter hoogte is het gelijk de grootste van de Benelux en het is ook niet verwonderlijk dat het daarom een rijksmonument is geworden. Maar tegenwoordig kun je er ook trouwen, dus mocht je binnenkort een huwelijk hebben, nou weet je, je kunt het zelf achter me zien, de molen is echt een schitterende locatie om dat te gaan doen. Het middelpunt van Prinsenhagen is de Haagse Markt. Hier kun je lekker genieten van een hapje of een drankje. Nou, je kunt kledingwinkels bezoeken. Het is hier eigenlijk altijd wel iets te doen. Het is ook heel gezellig. En niet te vergeten, er staan ook een aantal monumentale panden. Zoals het Raadshuis, de Sint-Martinuskerk of de Rokkopomp. En ja, die zie je hier achter mij. Ja, Groeweert is voor mij een van de hoogtepunten van Prinsenhagen zelf, omdat ik natuurlijk jarenlang gevoetbald heb. Helaas ben ik niet net als Kees Rijvers of Leo Kanjols, spelers die bij Groeweert zijn begonnen en via Groeweert is door zijn gegaan naar NAC of het Nederlands elftal. Maar ik ga wel even kijken of ik het nog een beetje kan. Nou ja, dat wordt dus nog even flink oefenen voor mij. Prinsenhagen is dus 75 jaar onderdeel van Breda en er mag eigenlijk één ding niet ontbreken natuurlijk en dat is een museum. Nou ja, die is er ook gekomen. In het Prinsenhagens Museum kun je alles zien van wat er in de historie van Prinsenhagen is gebeurd. En je krijgt ook te zien de annexatie van het dorp. Ja, Rini van der Linden die gaat ons meer erover vertellen. De aanleiding van deze expositie is de annexatie van Prinsenhagen in 1942. In 1942 is de gemeente Prinsenhagen opgehouden te bestaan. We werden toegevoegd aan Breda. En wat blijkt nou, in de afgelopen 75 jaar zijn er zoveel bijzondere initiatieven geweest in Prinsenhagen, dat we als Prinsenhagens Museum hebben gedacht, we moeten daar aandacht aan besteden. En dat is wat we met deze expositie willen doen. Weet u ook wat het dit jaar is voor Prinsenhagen? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee? Prinsenhagen bestaat, is eigenlijk 75 jaar geïntegreerd met Breda, maar Prinsenhagen voelt zich nog steeds als een dorp binnen Breda. Ja, nu bent u natuurlijk ook een echte Prinsenhagenaar. Wat maakt het u zo trots om een Prinsenhagenaar te zijn? Nou ja, wat ik eigenlijk al zeg, dat er zoveel mensen zijn die betrokken zijn bij dit dorp. En ja, of je hier nou je hele leven lang woont of een jaar, mensen hebben het al heel snel over ons dorp. En als ze de andere kant uit gaan, dan gaan ze naar de stad, dan gaan ze winkelen. En naar het dorp, dan ga je voor je verenigingen, voor je clubje, voor het café. We hebben lekkere eethuisjes in Prinsenhagen. Dus de sfeer is gewoon heel erg gezellig. Breda Nu. Je weet het meteen.